Ik eet meestal 2 broodjes en mijn moeder maakt dan altijd nog een smoothie. Dit jaar is de 18e editie van het Nationaal Schoolontbijt. Dat is jaarlijks de week waarin bijna 500.000 kinderen samen gezond en gezellig ontbijten in de klas. Het thema dat dit jaar centraal staat is: een betoverende tijd begint met een goed ontbijt. Ook het junior college uit Julianendorp doet mee. Waarom is het zo belangrijk dat kinderen dit meekrijgen? Ik denk sowieso omdat ze, wat ik al aangaf, ze zijn heel veel in beweging en in de groei. En soms zijn ze helemaal niet bewust van wat ze binnenkrijgen, denk ik. Als je wel eens ziet dat ze makkelijk een zakje chips pakken of iets anders, het is allemaal makkelijk en snel. Daarom is denk ik dat het heel belangrijk is. Vooral voor het lichaam en voor de geest, voor alles denk ik wel. Ontbijt is belangrijk om een goede start te hebben. Zodat je natuurlijk gezond en gevuld de klas ingaat, waardoor je ook meer concentratie hebt en ook meer energie hebt om de hele dag op school alert te kunnen zijn natuurlijk. Nou, ik eet altijd volkoren bruin brood, omdat daar kan je heel lang mee op de dag en het is ook gewoon gezond voor je. En denk je dat de boodschap is overgebracht? Ik denk het wel en ik hoop het ook. En het zal natuurlijk uiteindelijk maar blijken of dat echt zo is. Maar ik denk het wel. Want ontbijt is belangrijk en niet iedereen doet het en nu moet je het eigenlijk doen. En dan kan je inzien dat het goed voor je is.